Club Dolphin Amsterdam. Night Riders is een programma vol seks, sexual stories, literatuur en literette. Welkom in Dolphin, welkom bij Night Riders. En hier is uw rots in de branding der conversatie, Jan Lenverink. Paasaflevering van Night Rider zelf heeft ontdekt. Ja. Nou, kan je haar even introduceren? Ja, volgens mij wel. Nou, in de boekenweek, zoals dat hoort, ga je als schrijver ga je het land door. Hè, en dan ga je overal in die geroemde bibliotheken optreden en dergelijke. En een van de leukste dingen in de boekenweek is de Dag van de Literatuur in Rotterdam. Het sprookje dat jongeren niet van lezen houden. En nou, in de doelen lopen dan duizenden scholieren rond. Ja, weliswaar moeten ze natuurlijk ook wel een beetje voor om een extra punt te kijken op hun lijst. Maar ze zijn heel fanatiek, zalen zitten vol. Er zijn 28 schrijvers of zo aanwezig. En op een gegeven moment zat ik te signeren en er kwam iemand op me af. Meisje, ik dacht dat ze 16 was, maar ze heel boos zei dat ze al 17 was. En die had een verhaal en die gaf mij zo'n A4'tje. En ik zei van, ze zei van, wil je dit lezen? En ik zei, ja, maar je krijgt zoveel verhalen, daar heb je meestal geen zin in, want dan moet je er ook weer iets van gaan vinden. En dat levert alleen maar ellende op. En ik zei, nou, ik wil het wel lezen. Dus 's avonds zat ik in mijn hotel en toen... En nu stop. Want ik weet wat je wil gaan zeggen. Ik stel voor dat mevrouw, dat vind ik, madame, mademoiselle Lena hier naar voren halen. En daarna mag jij zeggen wat jij aan mij vertelde toen jij het had gezien. Mademoiselle Lena, wat was er naar voren? Ga je gang, Lena. Oké, ik wil eerst een beetje lachen. Zo. Daar zijn we zo'n grap over gemaakt. Ja. Nee, zo is het zo goed. Zo is het goed. Goed. Noem je de titel, dames en heren, oren open. Nou, ik ben Lena van Koolburg en mijn verhaal heet Gele Plas. De zon scheen, het gras was groen en ik liep over de stenen. De stenen lagen allemaal heel dicht bij elkaar. Sommige stenen liggen niet dicht bij elkaar, maar deze wel. Ze lagen dicht bij elkaar omdat ze elkaar aardig vinden. Als je iemand aardig vindt, wil je dicht bij diegene zijn. Kijk maar naar grasprietjes. Die gaan allemaal naast elkaar staan op een voetbalveld omdat ze elkaar leuk vinden. Of ze gaan allemaal naast elkaar in een sloot staan. Of allemaal bij elkaar in een bos. Of allemaal met elkaar op een voetbalveld. Of allemaal bij elkaar in een weiland. Snap je? De meeste grasprietjes vinden elkaar lief. Maar ik liep niet over gras. Nee. Ik liep over stenen die elkaar lief vonden. Soms stond mijn voet zelfs op verschillende stenen tegelijk. Maar soms ook maar op één steen. Dat kan, niet bij iedereen, maar sommige mensen kunnen op één steen tegelijk staan. Je voelt eigenlijk niet op hoeveel stenen je tegelijk staat wanneer je loopt. Soms voel je het wel. Je voelt het als stenen op elkaar liggen. Dat doen ze eigenlijk nooit, behalve als ze dat wel doen. Ham, je dwaalt af. We zouden gewoon iets korts over ons weekend vertellen, zegt juf Mayo. Gewoon doorpraten. Ben je nog naar opa en oma geweest of zo? Oké, je was bij die stenen. Vertel me snel verder. De rest moet ook nog. Even denken hoor, zegt Ham. Oh ja, ik weet het weer. Ik liep niet over gras. Nee, ik liep over stenen die elkaar lief vonden. Soms stond mijn voet zelfs op verschillende stenen tegelijk. Maar soms ook maar op één steen. Je voelt eigenlijk niet op hoeveel stenen je tegelijk staat wanneer je loopt. Soms voel je het wel. Je voelt het als stenen op elkaar liggen. Dat doen ze eigenlijk nooit, behalve als ze het wel doen. En als ze het doen, is het echt heel vervelend. Ik liep dus over die stenen op mijn sandalen. Want ik draag heel graag sandalen als de zon schijnt. Dan worden mijn tenen geel door de zon. De zon is geel en overal waar de zon op komt, wordt ook geel. Daarom zijn Chinezen geel. Die lopen gewoon heel veel in de zon. Ook had ik een broek en een jas aan. Want als de zon schijnt, hoeft het nog niet zo warm te zijn dat je gelijk in je blote kont mag rondlopen. Alleen... Oh ja. Nee, dat mag alleen als het heel warm in de achtertuin is. Of heel warm in het zwembadje. Maar dan mag het zwembad niet warm zijn van je plas. Dan zegt mama dat het zwembad warm is van mijn plas. En dan zeg ik nee. En dan zegt ze wel, want het is geel. En dan zeg ik nee, want het komt door de zon. De zon maakt alles geel. En dan moet ze lachen en dan mag ik in mijn eigen plas blijven zitten.
Wel in mijn blote kont toch, want het is vies om in je broek te plassen. Vroeger was het niet vies, maar als je groot bent is het wel vies. Want je plas was steeds langer. Hoe langer je bent, hoe langer je plas is. Soms is je plas zo lang, dat die helemaal langs je benen naar beneden loopt. Dan ben ik eigenlijk heel trots op zo'n lange plas. Want dat betekent dat ik ook echt super lang ben. Maar mama vindt dat niet. Mama vindt het helemaal niet knap dat ik zo lang kan plassen. Maar ik vind ze wel knap hoor. Ik ben echt de knapste van de hele wereld. Dat zegt ze dan. En dan zeg ik dat ze ook knap is. En dan wordt ze heel vrolijk. En dan gaan we frietjes eten. Frietjes hebben dezelfde kleur als Chinezen. Maar ik heb haar verteld waardoor dat komt. Mama is ook geel geworden. Ik vond het heel mooi. Want ze werd steeds meer de kleur van de zon. En als je de kleur van de zon bent, ben je ook de kleur van frietjes. En van Chinezen en van mijn plas. Maar mama vond het niet leuk. Hoe geler mama werd, hoe mooier ik haar vond. Maar mama vond het niet leuk. Mama werd steeds droeviger hoe geler ze werd. Ook kwamen er opeens allemaal mensen die vroegen hoe het met mama ging. Maar dan kreeg ik wel snoepjes. Soms ook gele snoepjes. Maar die waren dan niet zo geel als mama. Mama zei dat het niet goed was als je geel bent. Dat vond ik stom, want geel is echt een hele mooie kleur. Gelukkig is mama altijd geel gebleven. Ik vind het alleen jammer dat ze niet meer kan zien dat ik voor het hele lange plassen kan maken. Want mama slaapt voor altijd. Dat zeiden de mensen die mij snoepjes komen brengen. Dan ging ik de gele snoepjes op mama's bed leggen, zodat ze die kon eten. En dan had ik de andere snoepjes op. De gele snoepjes waren niet zo mooi als mama. Zelfs de zon was minder mooi dan mama. Mama is gewoon het mooiste geel van de hele wereld. Als niemand keek, ging ik stiekem langs mama liggen. Want dat doe je als je iemand lief vindt. Dan wil je er zo dicht mogelijk bij liggen en dat deed ik dan. Mama bleef ook goed stil liggen, dus dan vindt ze mij ook lief. Dan moest ik altijd denken aan de stenen die langs elkaar liggen omdat ze elkaar lief vinden. Mama is over die lieve stenen naar een auto gedragen. Mensen zeiden dat ze nu ergens anders ging slapen. Nu mama weg is, vind ik geel niet meer mooi. Alleen het geel van mama en van mijn plas. Yes, u mag fluiten ook. Ik had het gevoel alsof het een gedicht was. Nee. Ik ben zeer geroerd. Begrijp je wat ik bedoel? Poëtisch. En vertel jij nou, hij wil jou graag een compliment maken. Ja, ik was s'avonds moest ik een optreden in Terneuzen en ik zat te eten in zo'n hotelrestaurant en ik las het verhaal en inderdaad, in het begin met al die herhalingen, we gaan doen nou voor de eerste keer dat hier mensen lachen, dat blijkt dat het een meisje is dat het voorleest aan de juf op maandagochtend. En dan ineens schrik je echt van de dramatische wending en ik was inderdaad echt zwaar ontroerd, maar wat ik heel knap vind dat je in de huid krijgt van hoe oud zou het meisje zijn die dit vertelt, denk ik. 10 of zo, denk ik. Hoe oud is ze? Niet oud. Jij ziet al wel lang, als ik kan lang plassen, maar... Wat bedoel je lang? 3 jaar? Of gewoon 3 meter? Nee, ik denk... groep 4 of zo. Ja, niet zo, want... En dat is? Hoe oud ben je dan? 8. 8 dan? Ja, nee, ik heb het over een tweeling, sorry. Dat vind ik heel knap. Als je inderdaad als... Jij bent 17 geloof ik, hè? 18, als je gewoon op het leven, als je gewoon kunt schrijven. Heel vaak jaren geloof ik in een jaar. Als je dan kunt schrijven vanuit de optiek van een 8-jarige en je als lezer of luisteraar daar helemaal in mee kunt nemen en dan humor en kunnen ontroeren, ja, ik was zeer onder de indruk. Professor Koch, wilt u nog iets toevoegen als erkend schrijver? Ja, nee, ik vind het ook mooi. Ik vind het ook vooral, wat jij ook al zei, vind ik het is het soort het ritmische wat het heeft, een soort proza wat maar door dendert. Dat vind ik er heel bijzonder aan. En bovendien inderdaad, het gaat langzaam pas naartoe dat je erachter komt waar het eigenlijk over gaat. En dat vind ik een mooie manier van geleidelijk onthullen. Dat is heel knap, want dat lukt niet iedereen. En Lena, ben je van plan om professioneel schrijfster te worden en bestsellerin? Nee, denk ik niet. Wat ga je worden dan? Wat wil je worden? Waar studeer je voor? Eigenlijk voor niks, want ik weet het echt niet. Ik wou altijd theater gaan doen, maar daar was ik niet door de audities heen. Dus nou, en waarom niet? Wou je actrice worden? Nou, ik danseres? was. Nee, ik wou.
docent theater worden, maar ik was te klein en te dun. Voor docent, die moet even speciaal dik, lang en grof gebouwd zijn. Ben ik helemaal met je eens. En lang kunnen plassen waarschijnlijk. Oké, voor wie straks nog wil meeplassen, blijft. Nee, flauwe grap even. Nee, ik vind het jammer dat je gaat door met schrijven. Probeer elke dag 1,5 uur te schrijven en het wordt nog veel beter. Mag ik dat namens u allen zeggen? Ja. Ja, Jan. Hoor je dat? Oké, gaan we lekker eraf. Zo, dank je wel.